Dit zijn Thijs en Anna. Anna is 6, Thijs is 8. Iedere dag liggen ze wel een paar keer helemaal dubbel van het lachen. Zoals eigenlijk bijna alle kinderen. Maar hoe vaak zie je nou volwassenen zo in een deuk liggen? Bijna nooit. Hoe zit dat? Sout gaat deze week op zoek naar de lach. Elke maand komen deze mensen samen bij de Lachclub. Onder begeleiding van ervaren coaches leren ze hier uitbundig te lachen. Lachen is gezond omdat het endorfine produceert. Je hersenen maken endorfine aan zodra je je mondhoek eigenlijk al omhoog gaan. Ook het feel-good hormoon genoemd wat bij het hardlopen vrijkomt. En gelukshormoon waardoor we ons goed voelen, maar ook wat pijnreducerend werkt, stressreducerend werkt. Waardoor dus allerlei ziektes worden tegengegaan. Mensen die niet lachen, continu, die zijn niet in orde. Of meestal voelen ze zich ook niet goed. Dus lachen is een teken van dat je blij bent, dat je zin hebt in het leven enzovoort. Het is goed voor je lichaam, het is heel goed tegen hoge bloeddruk. Het is heel goed voor de doorstroming, het is heel goed voor je spierontspanning. Het is heel goed om je afweer te vergroten. Er zijn twee biologen geweest, die hebben een groot artikel geschreven over de evolutionaire betekenis van het lachen. Want het is een tamelijk merkwaardig gedrag. Hè? Je spert je mond open, je stoot rare geluiden uit, soms klapt je lichaam dubbel. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk best vreemd zijn. En dan ga je je afvragen, van, ja, heeft dat nou een functie gehad in de evolutie, dat zulke soort gedrag ontwikkeld is? En zij kwamen tot het idee dat lachen een teken is van veiligheid binnen een groep. Dus als je mensen hoort lachen, dan weet je, er zijn mensen bij elkaar. En die mensen die zijn niet aan het vechten, of die zijn niet vervelende dingen met elkaar aan het doen. Maar die vormen een veilige, plezierige groep. Ik zou zoals beter, ik snap. Lachen is dus goed voor je. En het geeft je een veilig gevoel. Dan is het toch eigenlijk raar dat volwassenen zoveel minder lachen dan kinderen? Hey, wij leren toch heel erg onze emoties te reguleren en heel erg in te houden. Wij zitten heel erg in een cultuur van niet te ver, niet te uitbundig. Nederlanders zijn niet te uitbundig. In de jaren 50 lachten we gemiddeld zo 18 minuten per dag en nu is dat nog maar 6 minuten per dag. Dus dat is een heel... er wordt meer van ons verwacht. Dus heel veel prestaties die we moeten leveren. De wereld is heel snel vooruit gegaan en wij moeten dat allemaal bijhouden. En wat je ook kan doen, is dus ook gewoon even gekke bekken trekken. Doe maar even. Het is wel gek soms, een beetje gênant, maar probeer toch even, kijk af en toe even naar. Het is ook wel weer grappig. Kijk even naar je buurvrouw, je buurman. Mensen die wat gestresster zijn of die daar niet van houden, die kunnen daar wel heel erg streng ook in zijn, hoor. Van, lach toch niet zo hard, bijvoorbeeld op een vergadering. Ik moet soms heel erg lachen. Lach toch niet zo hard, weet je wel zo. Ja, ja. Vanuit de lachjogen zeggen we, de kinderen lachen 200-300 keer per dag en volwassenen ongeveer 20 keer, 20-25 keer. Kinderen staan er natuurlijk onbekend dat ze nog niet zoveel nadenken, impulsief zijn, direct reageren, spontaan zijn en dus ook veel lachen. Dus eigenlijk moeten we terug naar ons kind zijn. Ja, ja. Om goed te kunnen lachen moet je het kind in jezelf terugvinden. En dat is precies wat ze hier bij de lachtherapie proberen. Maar het ziet er allemaal wel kinderachtig uit en ook een beetje geforceerd. We brengen eigenlijk de lach in beweging. Dat noemen we wel eens een neplach of een opgewekte lach. En we denken altijd dat we lachen omdat we gelukkig zijn, maar we kunnen ons juist eigenlijk gelukkig voelen doordat we lachen. Ja, dat noemen ze de facial feedback hypothesis. Dus dan heb je, je kunt dat eigenlijk het beste doen door een potlood tussen je lippen te nemen. Zo. En eigenlijk door die gezichtsuitdrukking weten jouw hersenen van dit is een sombere situatie. Of dit is een moeilijke situatie. Als je dat potlood tussen je tanden houdt,
Dan krijg je een glimlach, zou ik maar zeggen. Niet zo'n geweldig spontane glimlach, maar toch. En dat voelt voor de hersenen blij. Echt of nep lachen, voor het effect maakt het dus niks uit. Maar zomaar lachen, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hebben de experts nog tips om een goede lach op te wekken? Zoek iemand op met wie je kan lachen en zeg, kunnen we even samen lachen? Ik wil even graag lachen, niet veel praten, gewoon even lekker lachen. That was easy. Ik zou je willen aanraden om een soort collectie op te bouwen, een private collection, zeg maar zeggen, wat jij leuk vindt. Want dan op een gegeven moment ja, vind je draai in de humor. Hé, hey, zit er misschien een klein lachje in die pink? Voor de rest ben ik eigenlijk zo graag wakker geworden, maar ik krijg een klein lachje. Hé, hey, dat steekt mijn andere pinkie aan. Op zoek naar de lach blijkt het antwoord makkelijker dan gedacht. Lachen moet je gewoon doen. Sta jezelf toe om te lachen. Dat zou ik zeggen. Sta jezelf toe. Geef jezelf een beetje ruimte. Ja.